Goedemorgen en welkom bij de leesles, thema 8, dag 6 alweer. En als we naar ons klankenbord kijken, dan is hij al bijna helemaal vol. Ik ga een paar klanken doornemen, dat zijn de twee tekenklanken. Doe maar mee, dit is de I. U. Ei. U. Au. Ei. Ui. Au. En de bijzondere medeklinkers, dat zijn de sch. G. Ng. Nk. En we hebben nog bijzondere klinkers, die horen bij de andere klanken. Ai. Oi. Oei. Tempo lezen. We gaan vandaag weer tempo lezen. We doen hem eerst één keer samen. Doe maar mee. Feest. Stil. Witlof. Schrik. Elk. Scherf. Wolk. Harp. Voerbak, pret, beest, vork, welp, kalm, brom, stoel, durf, wilg, worm, buurman, rust, vloer, schrijf, erf. Je mag een timertje pakken en dan ga je alle woorden één keer lezen. Kijk je hoe lang je erover hebt gedaan, doe je het nog een tweede keer. En misschien ben je de tweede keer wel nog sneller. Doe de video maar op pauze. Vandaag gaan we woorden lezen zoals haai, kooi en boei ook in een zin. En als we weer kijken naar ons plaatje, dan zie ik hier een boei. Kijken we even, ik zie een oe en een i. Dat spreek ik uit als oei. Maak het samen boei. Hier staat haai. Ik zie een a en een i. Maak het samen aai. Haai. Hier staat een O en een I. Een O en een I samen is een ooi. Hier staat kooi. We gaan woorden maken met de ai, de ooi en de oei. Ik heb hier klanken staan en jij mag gaan puzzelen met de klanken, waar horen ze? Het is handig om ze even op een briefje te zetten. Dus dan zet je drie keer ai op drie briefjes, drie keer oi en drie keer oei. En dan ga je de letters erbij proberen te plakken. Dan zet de video maar even op pauze en ga maar even puzzelen. Is het gelukt om alle woorden te vinden? Ik ga ook eens even puzzelen. Ik heb de dr. Dat kan draai zijn. Nou, drooi bestaat niet en droei ook niet. Dan heb ik de. Die zou ik daar neer kunnen zetten. Dan heb ik dooi. En doei kan ook als ik dag zeg. Dan heb ik hier de kr. Die past alleen maar hier. Dat is de kraai. Had je die ook? Dan heb ik de r. We doen roei. En de l zou ik kunnen doen bij loei. De k. Oh, hij wil niet meedoen. Dat heb ik ook heel vaak in de klas. K.
kooi. En de m kan bij mooi, maar die zou ook kunnen bij maai. De b kan eigenlijk alleen maar bij oei. Want dan krijg ik loei. Lees je even met me mee. Ik heb draai, kraai, maai, dooi, kooi en mooi. Bloei, roei en loei. Ik heb een zin. Lees de zin even met me mee, de bovenste. Hoei heeft een taai vlot in zijn buik. Bij de volgende zin, dat is eigenlijk dezelfde zin, alleen hebben ze taai vlot weggelaten. En wat zouden we daarvoor in de plaats kunnen zetten? Dus er staat, hoei heeft een in zijn buik. Heeft hij misschien een rooi in zijn buik? Dat zou natuurlijk kunnen. Heeft hij misschien... Wat staat hier? Hoei heeft een haai in zijn buik. Zou hij een andere haai opgegeten hebben? Hoei heeft een tooi in zijn buik. Dat zou wel gek zijn. Hoe zou hij nou aan een tooi zijn gekomen? Een tooi is een soort sieraad, dus het zou wel een beetje gek zijn als hij die zou hebben. Wat staat hier? Hoei heeft een boei in zijn buik. Die zou hij natuurlijk wel gepakt kunnen hebben, want die zijn op het water, een boei. Nu staat er, hoei heeft een kraai in zijn buik. Heeft hij die dan uit de lucht gegrepen? Ook een beetje gek. En deze, daar staat nu, hoei heeft een vlaai in zijn buik. Dat is een taart, soort taart. En de laatste, hoei heeft een kooi in zijn buik. Nou, ik weet niet hoe die daaraan zou zijn gekomen. Zo kan je verschillende zinnen maken met een andere betekenis, omdat je één woordje verandert. Want het is toch best wel belangrijk om te weten, wat heeft hij nou in zijn buik? We gaan verder met het leesboek. En het leesboek gaat natuurlijk over hoei. En de vorige keer hebben we gelezen dat Koen en Kien op het vlot zaten en ze dachten dat er een dolfijn aankwam. En nu... is het? Hoei, ik ben benieuwd. Die gaan we lezen. Lees maar met me mee. Op kaap 4. Kien en Koen gaan vlug de zee in. Koen zwemt hard weg. En Kien ook. Smakt hoei. Het vlot zit al in zijn buik. Nu Koen en Kien nog. Maar opeens voelt Hoei zich ziek. Hij heeft buikpijn. In het vlot zat een scherp schroefje. Dat prikt nu hard in zijn buik. Buh, zegt Hoei. Hij braakt een stuk vlot uit. Dan de mast met dat schroefje. Hoei zakt suf weg in de diepzee. Kien en Koen zijn al bij de rots. Zou dit kaap 4 zijn?
hijgt Kien. Nat en moe gaan ze aan land. Wat ligt er veel mooi zand? Hier en daar wiegt een palmboom. Een toekan roept: welkom op Kaap 4. Maar kijk uit voor rep en roer. Die doen je zo in de pan. Wij zijn niet bang, zegt Kien. Wij zijn net zo sterk als zij. Koen knikt. Kom maar op. Ik maak ze in, die twee. Nou, gelukkig, zegt, zijn ze ontsnapt van Hoei. Die wilde ze opeten. Je mag nu de video op pauze zetten en dan ga je de witte tekst nog een keer zelf lezen. Ben je klaar? Dan ga je de groene tekst of samen lezen met degene met wie je bent. Dan lees je mee met je vinger of je leest hem zelf hardop. Doe de video maar op pauze. Goed gelezen? Dan gaan we door naar het werkboek. En het werkboek ga je even goed lezen. Je moet kiezen uit één van de drie groene woorden en daarna kies je welk plaatje erbij hoort. Bijvoorbeeld, ik roei naar Kaap 4. Dat zou kunnen. Ik room naar Kaap 4. Ik raam naar Kaap 4. Nou, die kunnen niet. Dus ik roei naar Kaap 4 en dan zie je op dit plaatje. Zo ga je alle zinnen doen. Doe de video maar op pauze. De volgende bladzijde. Je gaat het verhaaltje heel goed lezen en dan ga je de vraag lezen. De vraag bij deze is: wat at Hoei op? En dat staat in deze tekst, dus heel goed lezen. Daarna ga je deze vraag lezen en antwoord geven. Als je in de klas ook de twee ster pijlopdrachten doet, dan doe je dat nu ook. Lees je goed de vraag en dan geef je hier antwoord. Als je je werkboek niet hebt, dan doe je dat natuurlijk gewoon op een blaadje. Zet de video maar op pauze. We gaan die zo nakijken, maar eerst gaan we nog even lezen. Het rijtjesboek. Lees maar mee. Loei, foei, boei, baai, haai, hooi, zaai, maai, mooi, gooi, tooi, fooi. Doe de video maar even op pauze en lees de woorden nog een keer, twee keer op je eigen tempo. Tijd om te flitsen. Mooi. Maai. Bloei. Haas. Haai, bloed, boei, kooi, dooi, gooi, doos, kroos, snaai, stoei. Ik zie allemaal woorden. En deze woorden mag je op een blaadje schrijven, op een paar blaadjes schrijven. Zodat je ze allemaal los hebt en ga je proberen de zin te maken. En het zijn twee zinnen. Dus zet de video even op pauze en ga puzzelen met de woorden. Wat zou er moeten staan?
Ging het goed met puzzelen? Eens even kijken. Ik zie de haai. Dus ik begin ook met de haai. Even kijken hoor. Welke woorden we allemaal hebben. We hebben koen, heet en hoei, praat, met, kien en hij. En ik zie hier heet staan. Dus ik zou kunnen zeggen, de haai heet hoei. De haai heet, oh, heet was niet meegekomen. Hij heet hoei. Hij praat met Kien. Cool. Kan natuurlijk ook kunnen doen. Hij praat met Koen en Kien. Dat kan natuurlijk ook. Er staat nu. De haai heet Hoei. Hij praat met Kien en Koen. Mooie zin. Tijd om het werkboek na te kijken. Lees je de goede zinnen met me mee? We hadden al, ik roei naar Kaap 4. Daar zie ik een haai. Het is hoei. Ik geef hoei een aai. De parkiet zit in een kooi. En een parkiet is natuurlijk een vogel. De parkiet is mooi blauw van kleur. De staart van de pauw is fraai. Fraai is een ander woord voor mooi. Een paard lust graag hooi. Ik gooi het voer in de bak. Had je die ook? Goed gedaan. Volgende bladzijde. Het verhaaltje. Het verhaaltje gaan we even samen lezen. Lees maar mee. Ik zal hem even wat groter maken als dat lukt. Ja. Hoei de haai heeft zijn buik vol. Hij at het vlot van Koen en Kien op. Er zat iets hards in het hout. Een scherp schroefje of zo. Hoei voelt het in zijn buik. Het schroefje prikt in de buikwand. Dat is niet zo mooi. Buh, zegt Hoei. Hij braakt een stuk vlot uit, met het schroefje er nog in. Hoei is blij dat het eruit is. Wat at Hoei op? Hij at natuurlijk het vlot van Kien en Koen. Wat voelt Hoei in zijn buik? Hij voelde een scherp schroefje. De vraag was, een vlot is geen goed voer voor een haai. Wat eet een haai meestal? Ze hebben bijvoorbeeld een vis of een zeehond. Nou, ik denk dat die wel vaak vissen eet. Dus dat was goed geweest. We hebben vandaag het verhaal gelezen van Kien en Koen, die aangekomen zijn bij Kaap 4 en net ontsnapt zijn uit de bek van Hoei, gelukkig. En dan gaan ze natuurlijk verder op pad. Dat gaan we denk ik de volgende keer lezen. Het doel van vandaag was dat we woorden kunnen lezen zoals haai, kooi en boei ook in de zin. Dat heb je heel goed geoefend. En tot de volgende keer.